En dan nu? Hallo kijkers. We zitten midden in de feestdagenperiode. Sinterklaas is voorbij en we gaan hup op door naar de kerstmis. Om dan weer een week later nieuwjaar te vieren. En een weekje of vijf later carnaval. En weer zes weken later Pasen. En dan weer 40 dagen later Hemelvaart. En dan een weekje later Pinksteren. Koninginnedag daartussendoor. En Bevrijdingsdag. Druk, druk, druk. Er zijn nogal wat verplichte feestdagen in dit land. En dat zijn grotendeels geloofgerelateerde feestdagen. Nou mag iedereen geloven wat hij wil, denk ik dan. Persoonlijk doe ik ook nog aan Sinterklaas elk jaar. Maar wordt het niet eens tijd om daar een andere verdeling in te maken, dacht ik laatst. En hoe zou je daar dan een voor iedereen acceptabele oplossing voor kunnen bedenken? Nou, dat kan. Als ik straks de leukste dictator van Nederland word, dan schaffen we alle feestdagen af. Iedereen krijgt 11 flexibel op te nemen vrije dagen, maandelijks eentje, en dan mag je vieren wat je wil. Behalve in juli, op 30 juli, dat wordt dictatordag. Dan ben ik namelijk jarig. Gezellig, hè? Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Of zouden we gewoon de langste dag en de kortste dag feesten moeten gaan houden? Op 21 juni en 21 december. We hebben een feestje, we zijn zo blij.